va? Hola, Danita. ¿Cómo te va? Met de klus gedaan, of wat? Ah, working class hero, hè, anders. Ja, de puur amateurisme. Buen provecho. Ga proeven. Esse, geef me liever terug een kans op je filmset. Franco, we hebben het hier al over gehad. Armees, die chicas die zijn zot van mijn burrito. Ik moet in die film spelen. Franco, vaak moet ik het nog zeggen. Linkt is niet alles. Dus we zijn altijd te snel klaar. Ik fix ze gewoon een DVD. Oké? Okay? Armees, die Griet die had twee ballonnen als dit. Dat is toch niet mijn schuld? Je moet op commando klaarkomen, zo simpel is het. Heb je ook soms het gevoel dat je gewoon op een rewind-knop wil drukken? Gewoon alles terugspoelen tot het moment dat toen nog simpel was. Maar nou, kijk. Toen ik zo klein was als dat jongenske, wilde ik niks anders worden dan astronaut. Hoe vaak dat ik de motor van mijn vader al niet pikte. En dan zette ik die stiekem op en ging zo de heuvel af met de fiets. IT gaf mij altijd een verkeerde inspiratie. Wat is je punt? Wat is je punt? Mijn punt is... Ik had geen talent om astronaut te worden. Dat is maar een jongensdroom. Entiendes? Nee, helemaal niet, man. Ik snap de relevantie niet. Franco, ik zou nog een goede vader zijn. Ah, maar bueno, maar... Deze is een te groot risico, snap je? Risico? U terug aannemen als acteur, dat is pas een risico. Ik moet poepen, hè. Stallone die heeft ook zo zijn filmcarrière gestart. Het is gedaan met amateurporno te maken. Ik weet Ramis, Ramis, luister even. De Spanish Stallion. Hè? Wat denk je? Als mijn artiestennaam. Op de aftiteling, zoals Stallone, maar op zijn Spanjaar. Nee, Ro. Focus jij gewoon op de pillen van mijn acteurs. Meer verwacht ik niet van u. Echt niet. Nee, jongens, nee, dat is echt niks voor mij. Nee, met uw levensstijl, ben je loco? Ja, weet je wel. Ga je nu honger of niet? Sempre, man. Ja, Freddy. Twee hamburgers nog. Ja, nee. Nog twee hamburgers. Maar nu. Ramis, je wilt niet weten hoe lang ik er straks op die taxi heb moeten wachten. Heb jij een taxi gepakt? Nou, fucking overal. Na een overval. Ja, mijn auto wilde niet starten. Wat moest ik doen? Liefst zijn of wat? Liefst zijn is fucking gevaarlijk, dat weet je toch, Ramis? En erbij, niemand heeft mij gezien. Franco is zwaar. Tom is maar olenta, je eigen bel. We zitten in het midden van de zomer. Jij komt hier binnengewandeld met een muts op je kop. Na een overval nog een taxi pakken. En dan kom jij naar hier om te liggen lullen over terug meedoen met een pornoproductie. Zijn jij wel aan het luisteren wat ik aan het zeggen ben? Mira. Waar? Achter u. Is dat niet uw auto? Shit. Slechte date gehad. Kom. Je weet, in de porno-industrie draait alles rond geld. Maar deze is persoonlijk. Misschien heb ik toch een job opening voor u. Serieus? Die is fucking nice, hè. Nicky Pierce. Nicky Pierce. Ja, die naam zegt mij wel iets. Zo, dan heb je al Loodgans 3 gezien. Of 2. Maakt niet uit, ik heb zoveel shit gemaakt.
Weet je wat het probleem is? Jas kon niet van mijn sletten afblijven. Dat is mijn eigen fucking vrouw nu. Fucking grap. Een piercing door de lul. We zitten nog in de jaren 90 of wat? Hou haar vast. Hou haar vast, ze houdt van een spektakel. Zing maar, Kenta, ja, geschmota. Ik ga naar huis. Wat is het? Mijn fucking rug. Wat zou doen? Ik heb een voorstel. Jij pakt de auto en je dropt die lul in de bossen. Ramis, je moet het toch niet neerknallen? Toch niet gezegd of neerknallen? Ik wil die put ook crepeert. Dat hij maar zo naakt terug naar huis loopt. En jij dan? Ik heb zin in cheesecake. Ik ga naar binnen, ik ga een cheesecake bestellen. Ik ga niet meer zin met. Heb jij een deal of niet? Ja. Niet te lang.